Ja, als je naar Sport 071, ik ben Cor van der Velde. En we gaan het hebben over het sportakkoord in Voorschoten. Want zo'n 2 weken geleden is bekend geworden dat de gemeente Voorschoten daar een hoop geld voor over heeft om dat uit te voeren. Een van de mensen die begeleid heeft hoe dat allemaal tot stand is gekomen, dat hele sportakkoord, is Ine Klosters. En daar heb ik nu via Zoom contact mee. Hartelijk welkom, Ine. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Hoe gaat het sluiten van een sportakkoord in zijn werk? Nou, het sportakkoord, dat duurt al veel langer, hoor. Dus het sportakkoord is begin dit jaar gesloten. Wat je doet bij het sluiten van een sportakkoord is zoveel mogelijk sport- en beweegaanbieders bij elkaar brengen en kijken waar de ambitie ligt. Het is dus niet een gemeenteding. Nee, precies. Echt van de samenleving. En alle sport- en beweegaanbieders, iedereen die ook maar iets met sport en bewegen heeft. Dus dat kunnen commerciële partijen zijn, groepen zijn, ongeorganiseerde groepen, waarbij ouderen misschien ze nu en dan gym hebben of hardloopgroep, maar ook de normale vereniging, die kan dan aansluiten en kan zeggen van nou, ik vind het wel heel belangrijk dat we de komende tijd hierop in gaan zetten. En daar is dan budget voor. Ja, en dan moet je dus met heel veel partijen samen en dan ook kijken wat efficiënt is om misschien samen te doen of zo? Ja, zeker. Want het klinkt heel leuk. Er is leuk budget. Voor dit jaar hebben we 40.000 euro. En als je dat hoort, dan denk je, wow, nou, dat is een hoop geld, ja. Maar ja, behalve als je dan gaat bedenken, om hoeveel partijen gaat het nou helemaal? En als je aan iedereen een klein beetje zou geven, nou ja, dan is het ook zo weer op. Dus waar we echt naar aan het kijken zijn, is dat we ook zorgen dat het een continuïteit heeft daar waar we het geld naartoe brengen. En dat het zoveel mogelijk partijen raakt. Dat is nog wel ingewikkeld schuiven dan. Van wie geef je wel, wie geef je niet? Ja, nou daarvoor ben ik de coördinator. Dus dat is mijn rol. Als mensen aan mij vragen, wat moet je daar dan doen? Dan moet ik zeggen, geld opmaken. Nou, dat is natuurlijk de mooiste baan die je kan bedenken. Precies. Maar het is ook wel een hele ingewikkelde, want we zijn echt aan het kijken van hoe kunnen we nou dat geld op een dusdanige manier inzetten dat het ook voor de toekomst waarde heeft. Dat het niet is dat een school nu zegt van ja, ik heb even geen geld voor onze beweegdocent, dus kan je dat even betalen? Nou, dan is het geld weg. En daarna is dat probleem niet opgelost. Nee. Dus waar we echt naar aan het kijken zijn, is wat kunnen we nou doen waardoor mensen op een langdurige manier meer gaan bewegen? Dan wel mensen überhaupt laten bewegen. Dan wel mensen meer laten bewegen dan wat ze nu doen. Echt zorgen dat dat mensen gezonder worden. Maar dan wel op een dusdanige manier met dat geld omgaan. Dat op het moment dat het geld weg is. Dat het sportakkoord afgelopen is. Want volgend jaar is er nog steeds sportakkoord. Dat we dan effect hebben. Het modewoord impact gebruik ik dan graag. Dat we dan impact hebben gemaakt in Voorschoten. En dat we nog steeds dingen aan kunnen wijzen. Dat we denken, zie je wat daar gebeurt? Dat komt door het sportakkoord. Oh ja, want hoe groot is het probleem? Is overgewicht en weinig bewegen, is dat een groot probleem in Voorschoten? In heel Nederland is dat een probleem. Mm. Dus daarin verschilt Voorschoten niet van andere plaatsen. Natuurlijk is het op de ene plaats groter dan op de andere plaats. En in Voorschoten is in ieder geval wel de ruimte en de vrijheid om ook op straat te bewegen. Dus kinderen zouden in principe kunnen opgroeien middels bewegen, of tenminste met bewegen. En dat zie je ook echt wel in Voorschoten. Ik kom op andere plaatsen waar dat echt beduidend minder is. Maar nog steeds is er echt ook wel behoefte aan meer bewegen. Zeker onder jongeren die toch ook makkelijk wel op de bank belanden. Of in bed, als je het over mijn zoon van 14 hebt, met zijn game. En dan denk ik van ja, weet je, behalve je duimen beweegt er op het ogenblik niks. Nee. Dus hoe krijgen we nou mensen zover dat ze daadwerkelijk gaan bewegen? En dan heb ik het nu even over de jeugd. Maar je hebt ook de ouderen waarvoor er op het ogenblik eigenlijk maar weinig is. Er is wel bij de gym zijn er wat mogelijkheden. Je hebt het walking football. Initiatieven zijn er wel. Maar je hebt ook een groep ouderen die niet meer in staat zijn om door hun fysieke beperkingen echt naar een sportschool te gaan of naar een gymzaal. Die hebben een stoel nodig om te bewegen. Nou, dat is echt wel bijvoorbeeld, dat is een van de voorbeelden waar we op het ogenblik echt tegenaan lopen. Dat het aanbod voor deze groep weg dreigt te vallen.
En waar we echt nu aan het kijken zijn, hoe kunnen we zorgen dat er voor deze groep beweegaanbod blijft, dat ze stoelgym kunnen doen. Ja, en wat staat er dan nu concreet op stapel? Waar gaat het geld aan uitgegeven worden? Nou, het wordt al veel uitgegeven. We hebben een aantal jeugdactiviteiten al gehad. Een inlooptennisactiviteit, waarbij jongeren de kans krijgen om kennis te maken met tennis, panna knockout, skaten. Dus echt gericht op jongeren. Op de ouderen zijn we nu bezig met dan een activiteit om te zorgen dat er een aanloop is naar een activiteit voor ouderen, waarbij die ouderen ook al kunnen gaan bewegen. In het Odensehuis, bij het Vliethuis is dat. Dan kunnen ze daar gaan bewegen. Moeten ze ook wel contributie betalen. En met die contributie verzamelen ze eigenlijk al, zorgen ze voor een buffertje dat ze na het sportakkoord door kunnen blijven betalen. Dus het is echt een aanloopbedrag. Wat we ook aan het doen zijn, waar we trainers voor aan het werven zijn wie daaraan mee wil doen, is dat we de trainers gaan opleiden. En dan zit je echt aan de kaderkant van de verenigingen. Niet alleen verenigingen, iedereen mag meedoen die trainer, die met sporters werkt. Op didactisch en pedagogisch vlak. Dus dan ben je niet zozeer bezig met hoe ontvang ik die bal en hoe schiet ik hem weer richting doel. Maar hoe ga ik om met winst en verlies? Hoe ga ik om met autoriteit? Dus je bent echt de sporters als trainer meer aan het leren dan alleen maar je sportieve technische vaardigheid. Ja, want die sport die zal meestal wel goed zitten, maar juist het al die randzaken, hoe ga je daarmee om? Daar kan je ook enorm mee groeien als mens. Daar kan je mee groeien als mens. En als je als trainer daar handvatten voor hebt om dat je sporters bij te brengen, gaan je sporters het leuker vinden. En gaan sporters langer blijven sporten. Dus we zijn nu van alle verschillende sporten zijn we mensen bij elkaar aan het halen om hier een opleiding voor neer te zetten. En dan zie je ook dat stukje impact echt gaat ontstaan. Want deze trainers die stoppen niet na volgend jaar. Die gaan ook hun training geven leuker vinden. De sporters vinden het leuker. En daardoor ga je zien dat uiteindelijk je over een paar jaar nog steeds trainers voor de groep hebt staan en sporters voor de groep hebt zitten. Dat je denkt van ja, maar dit komt door dat sportakkoord. Mooi. Nou, dan zijn we nog met allerlei andere dingen bezig. Dus dam- en schaaktafels om ook die denksport erbij te betrekken. We zijn het proberen een beach-initiatief in Voorschoten van op poten te krijgen. Waarbij alle sporten die maar half een beachtak hebben, hopelijk toch echt volgende zomer gebruik kunnen maken van beachvelden. En gaan niet waar komen die? Betalen. Bij de schaatsbaan. Oh ja. Ja. En in de winter is dat natuurlijk, ligt het onder water. In de zomer gebeurt daar niks. Nou, te weinig. vind ik. Ja, precies. En daar zou je ontzettend mooi. En het plan ligt er. Het is een prachtig plan. Het is een duur plan. Dus wij gaan niet het hele plan betalen. Want dan zouden we ongeveer het hele bedrag kwijt zijn aan beachaccommodatie. Maar nog steeds zou dat niet een heel slecht plan zijn. Maar ik vind dat op zo'n moment zo'n partij ook zelf iets moet doen. Wij willen daar een gedeelte van gaan betalen als sportakkoord. Om te zorgen dat je beachsoccer, beachvolleybal, bedenk het. Welke sporten er allemaal zijn. Beachtennis heb ik pas geleden ook al gehoord. Oh, vind ik heel knap als dat kan. Zo'n bal start het helemaal niet, toch? Ik weet ook nog niet hoe dat eruit ziet. Nou, we komen allemaal kijken als het zover is. Precies. Maar ook scholen kunnen daar gebruik van maken. En buitenschoolse opvang die kan daar gebruik van maken. Dus dat is echt een voorziening die voor Voorschoten gaat gelden. Ja, en het is relatief simpel, denk ik. Je stort er een berg zand en je bent een heel eind. Of zie ik dat te simpel? Zo simpel zeggen wij het ook. Maar je hebt ook nog vergunningen nodig. Want het mag niet zomaar. En op die vergunningen, dat vraagt wat uithoudingsvermogen. Ja, precies. En je vertelde, je gaat de trainers opleiden om ook meer didactisch en pedagogisch met de sporters bezig te zijn. Klopt. Zo'n opleider, is dat dan iemand van een lerarenopleiding? Of is dat wel iemand met een sportachtergrond? Met een sportachtergrond. Toevallig degene die we dit gaan laten doen, is iemand met en een sportachtergrond en een lerarenopleiding. Dus die heeft zelf pedagogiek en didactiek gestudeerd en heeft dat uitgerold in de sport. Dus dat is echt een expert op het gebied van pedagogiek en didactiek, maar ook iemand die dat perfect kan vertalen naar de sport. Ja, dat is echt de ideale persoon voor deze taak ook. Absoluut. Absoluut. waar hebben jullie die gevonden? Netwerken.
Dus dat is heel mooi dat we die daarvoor hebben bereikt. En het grappige is, we hebben dat nou uitstaan. Ik heb dat ook naar alle verenigingen gestuurd en iedereen die ik op mijn lijstje heb. En dan kost het toch nog wel tijd om ook deelnemers daarvoor te vinden. Dus dan is dat de volgende uitdaging. Ja, dus zo blijf je lekker bezig. Jazeker, jazeker. Mooi. Ik verveel me niet. Nee, precies. Je zei dat sportakkoord dat loopt een jaar of twee. Daarna is alles weg. Ja, dat is nog even de vraag, afhankelijk van de politiek. Moet de politiek even een beetje opschieten met het formeren van een kabinet? Want dan kunnen we ook weer een nieuwe VWS-minister en alles aanstellen. Oh ja, ja, daar zit je ook nog op te wachten natuurlijk. Ja, precies, want het vorige kabinet heeft het sportakkoord en het preventieakkoord opgezet. En eigenlijk zijn er heel veel stemmen al die opgaan om die zeggen van ja, maar laten we dit nou alsjeblieft niet een eenmalige actie maken. Laten we hier nou van zorgen dat we de volgende keer een vitaliteitsakkoord maken. Dus preventie en sport bij elkaar. Het hoort ontzettend bij elkaar. Ja, precies. Waardoor we hier een ongoing proces van maken. Waardoor het geld komt nu zo mooi op de plaatsen waar het hoort. Namelijk bij de sportaanbieders. En laten we daar nou van zeggen, ga hiermee door. Zorg ervoor dat de samenleving zelf een stem heeft in hetgeen waar we geld in gaan stoppen. Ja, op die manier. Dat is, maar dat is dus nog even op de minister wachten of dat ook echt gaat gebeuren. Ja, precies. Nou ja, je hebt de Vereniging Sport en Gemeentes. Dat is een landelijke organisatie die voor alle gemeentes eigenlijk ook een stukje belangenorganisatie richting overheid doet. Ze doen meer, maar dat is een van de belangrijke taken die ze hebben. En zij zijn hier al wel heel erg voor aan het lobbyen. Dat zodra de kansen ontstaan, dan staan zij vooraan om dit plan naar voren te brengen. Kijk, mooi. Mooi. En je noemt net het sportakkoord en het preventieakkoord eigenlijk in één adem door. Is er ook een preventieakkoord in Voorschoten? Ja, het is het is er al wel. We hebben het nog niet getekend met alle partijen. We hebben het ook nog niet echt goed gecommuniceerd. Heeft alles te maken natuurlijk met het lastig bij elkaar komen dankzij corona. Oh ja, daar zit je ook nog weer mee. Excuus erin. maar dat was wel een lastige. Bij het preventieakkoord zijn we, daar we met de sport vooral bezig zijn, met sport en bewegen. Dat zit ook deels, bewegen zit in het preventieakkoord. Maar bij het preventieakkoord gaan we ook echt kijken naar overgewicht. Eigenlijk kijken we naar een gezond gewicht. Ik probeer hem altijd vanuit de positieve inslag aan te vliegen. Dus we werken toe naar een gezond gewicht. We werken toe naar gematigd alcoholgebruik. En we werken toe naar wel stoppen of niet meer starten met roken. Dat zijn eigenlijk de drie pijlers van het preventieakkoord. En nou zijn dat over het algemeen symptomen van andere problematiek. Denk aan eenzaamheid. Eenzaamheid werkt toe naar mensen die, ja, weet je, als ik met niemand iets kan doen, dan blijf ik ook maar thuis zitten. En dan is mijn zak chips mijn beste vriend en mijn fles wijn ook. Ja. Dan is het probleem is dan eenzaamheid of onwetendheid. Of, bedenk het, dan heb je andere problematiek die zich uiten in gewichtsproblematiek. Of drinken of roken. Ja, precies. In Voorschoten pakken we niet alleen roken, maar ook middelengebruik mee. Omdat dus drugs in het algemeen. Ja, precies. En dat hebben we weer vanuit het jongerenwerk te horen gekregen, dat daar ook echt wel een belangrijke pijler ook nog is om daar wat mee te doen. Ja, dat lijkt me wel. Kijk, bij zo'n sportakkoord dan zet je wat sportverenigingen en scholen en BSO's en zo bij elkaar. Maar voor zo'n preventieakkoord, dat klinkt alsof je ook de welzijnsorganisaties en supermarkten, dat lijkt me nog weer heel, heel ingewikkeld. Ja, aan de ene kant ingewikkeld, aan de andere kant juist iets makkelijker. Bij het sportakkoord klopt helemaal wat je zegt. Daar heb je vooral met verenigingen te maken. Als je met verenigingen te maken hebt, heb je met vrijwilligers te maken. Vrijwilligers die hebben beperkte tijd. Ja. Die zijn ook bij hun vereniging bezig, die zijn aan het werk. Die moeten maar tijd maken om met dat sportakkoord iets te willen doen. En bij het preventieakkoord heb je meer met professionals te maken. Met de GGD, met jeugdgezondheidszorg, met de welzijnsorganisaties, inderdaad, jongerenwerk. Dus het zijn meer professionals. Die hebben er vaker wat tijd voor. Het lastige is wel om die twee te mixen. Want als ik met
als ik zeg van oké, maar er zit overlap en ik wil met beide wil ik wat doen, dan zeggen de mensen van het preventieakkoord van nou, kan het overdag? En de mensen van de vereniging van de sportakkoord zeggen, kan het 's avonds? Ja. Dus daar zit nog wel ook weer een uitdaging. Mijn werk zit vol uitdagingen. Mooi, mooi. En dat preventieakkoord, dat geldt ook weer voor 2 jaar? Ja, dat geldt voor 3 jaar. Het sportakkoord gold ook voor 3 jaar. Oh, dus vorig jaar ja, is er ook precies. Al een stukje geld geweest. En het preventieakkoord start dit jaar en gaat nog 2 jaar door daarna. Dus we hebben 1 jaar alleen preventieakkoord, want dan is het sportakkoord afgelopen. Ja, op die manier. En dan eventueel gaat een nieuw kabinet ervoor zorgen dat het allemaal nog wat langer gaat duren. Als ze het een beetje goed doen wel. Mooi. Nou, tegen die tijd spreken we jou misschien nog wel een keer. Ine Klosters, coördinator van het Sportakkoord Voorschoten. Heel hartelijk bedankt voor deze uitleg.